De overheid gaat zonder onderbrekingen door met het zonne-energieproject in de districten. Binnenkort zal, als alles goed zit, een andere zonneboerderij in gebruik worden genomen, te Kommewijnen. Dit vertelde minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen eerder deze week aan journalisten. De bewindsman geeft aan dat het de bedoeling is om steeds te werken aan een beleid waar er geïnvesteerd wordt in groenere energie. Niet alleen in het binnenland, maar ook in het kustgebied. Eerder hebben wij de ingebruikname gehad van een solar farm in Nikeri, waar 2 megawatt wordt opgewekt middels zonne-energie. Daarna in Koroni. Vorige week waren we in Brokopondo. En als het goed is, over 2 weken zijn we in Kommewijnen, de Allianz, om nog een solar farm in gebruik te nemen. Eerder hadden we die zonne-energiecentrale van Pokigrom in gebruik genomen. In Guyaba, maar ook in Pekinslee zijn er ook zonne-energiecentrales. 2 maanden geleden 1 grote centrale, de Phuketi, ook in gebruik genomen. Abiyamofo zegt verder dat de zonneboerderij die nu in het dorp Phuketi staat een aantal nederzettingen moet kunnen voorzien van elektriciteit. Nu wordt er hard gewerkt aan een energiecentrale in Botopassi, die 9 dorpen moet voorzien van elektriciteit.